Ik zat een beetje te kijken op YouTube en TikTok naar StumbleGuys video's. Gewoon naar die pro's die zieke tijden halen. En in één keer kwam ik een filmpje tegen waarin iemand zei dat je ook StumbleGuys kon spelen met de controller. En ik dacht, huh? Kan je StumbleGuys spelen met de controller? Dus ik even uitproberen. Het kan! Je kan StumbleGuys spelen met de controller. Dit is echt bizar. Ik moet alleen wel zeggen dat het echt shit speelt. Het is echt totaal nog niet goed doorontwikkeld. Je zou denken, nou dan ben je echt ziek in je voordeel. Niet het geval. Maar we gaan vandaag wel even proberen om met de controller in de finale te komen. En zometeen zal ik even uitleggen ook aan jullie, als je controller hebt, bijvoorbeeld van de Xbox of PlayStation, hoe je dan op deze manier kan spelen. Maar voordat we gaan beginnen, wil ik jullie eerst vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes zou natuurlijk super tof zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. Maar nu eventjes naar de controller. Hoe doe je dat? Het eerste wat je moet doen is de controller verbinden met je tablet of mobiel. Dat kan alleen met wat nieuwere controllers. Dus als jij een oude controller hebt van een oudere console, wil dat sowieso al niet. Maar als jij je controller kan verbinden met je tablet of mobiel, dan kan het eigenlijk al. Dan moet je naar instellingen en onderaan staat besturingsapparaat. Daar heb je nu aanraken, dus dan moet je je scherm aanraken. Maar je kan ook gamepad selecteren. En dat houdt in dat je zeg maar een controller gaat gebruiken. En nu kan ik dus spelen met controller. En zoals jullie zo meteen ook gaan zien, dan heb je geen zeg maar besturings... of dingetjes op het scherm meer. Alleen nog maar de controller. Maar het is zo shit. Je loopt met de linker. Rechts kan je kijken. Maar dat doe je door midden omhoog en naar beneden. Terwijl dat je zou denken, dat zou juist andersom moeten zijn of zo. En jumpen doe je niet met A. Maar dat doe je met start. Maar zelfs jumpen, dat doet hij heel vaak niet. Als ik het zo indruk, hij pakt hem gewoon de helft van de keren niet. Pakt hij hem gewoon niet. Ja, nu pakt hij hem wel. Maar heel vaak doet hij het ook niet. En wat ook heel irritant is, je kan niet naar beneden kijken. Je kan alleen opzij, maar je kan niet naar beneden kijken. Dat is echt bizar. Dus het speelt zoveel slechter. Maar ik vond het wel grappig dat je op deze manier met de controller kan spelen. Ik kwalificeer me wel. Dat dan weer wel. Maar ik denk wel, als ze dit wat beter maken, dat je echt mega goed kan worden, zeg maar, met de controller. Maar het is nu zo shit. Dus hiermee, met dit knopje, moet je zeg maar springen. Maar hij doet het niet altijd. Heel vaak springt hij ook niet. Vet irritant. Hiermee loop je en hiermee kijk je opzij. Dus omhoog is volgens mij naar rechts en naar beneden is links. Maar dat is ook irritant, want je wil natuurlijk links-rechts hebben. En als je onderboven doet, dat je naar onder en boven kijkt. Maar dat doet hij dus niet. Vet irritant. Ja. Het enige wat je wel kan doen, is volgens mij naar onder kijken. Ja, het is echt heel vervelend. Maar dit ook. Oké, nou, nu ging deze jump goed. Maar je jumpt dus zo vaak niet. Dat is echt vet irritant. Oké, nou, dit ging wel goed. We gaan kijken of ik me wel kan kwalificeren. En als ik een finale kan halen, zou helemaal baas zijn. Maar ik denk wel dat dit wel heel erg ziek kan gaan worden. Als je een beetje goed hiermee bent, en je weet hoe je de controle goed moet besturen. En ze maken het nog wel net wat beter dat de knopjes voor springen het altijd doen. En dat je ook naar beneden en omhoog kan kijken. Dan kan dit wel de nieuwe manier worden. Oh kijk, daar jumpte ik al een paar keer. Maar uiteindelijk duurde het vet lang voordat hij daar jumpte. Oké, dit ging ook nog goed. Kan ik deze jump maken? Ja. Oké. We moeten even hier gaan staan. Dat is trouwens wel het chillen. Met de controller heb je wel goede, zeg maar, controle over waar je moet lopen en zo. En we zijn gekwalificeerd! We zijn in de finale. Qua lopen is de controle wel veel chillen. Je hebt gewoon veel meer controle over waar je moet gaan staan. En dat heb je op de iPad of op de, ja, tablet of mobiel waar je al je op speelt, toch wel iets minder. Dus in dat opzicht is het beter. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik dit ga winnen met de controle. Maar we gaan erachter komen. We gaan erachter komen. Oké, hier. Jump, jump. Kijk, dit gaat nu al niet goed. Oké. Hier, ik moet jumpen. Hij jumpt gewoon niet. Ik druk die knop in. Oké, nu jumpt hij wel. Maar nu jumpt hij niet, terwijl dat ik wel die knop in druk. Dat is echt bizar. Dus soms jumpt hij wel en soms jumpt hij niet. Het is heel frustrerend. Maar ja, ik doe er weinig aan. Oké, die had hij nog wel. Die had hij nog wel. Hier, jump, jump, jump. Oké, we hebben deze gehaald. Ik ga wel onderlangs. Dan hoef ik niet te jumpen. Dat scheelt dan weer iets. En, oh, dat ging wel snel. Ja hoor, oh, dat ging nog vrij goed om eerlijk te zijn. Maar ik denk dat er al wel een paar zijn boven. Wat, hoezo viel ik daar doorheen? Maar inderdaad, er was al iemand bij de finish. Oh, dit is zo irritant spelen, jongen. Dat is echt niet normaal. Maar we geven het niet op, we geven het niet op. We blijven doorstrijden. Kijken of we win kunnen halen met de controller.
En mochten jullie nu denken, Joran, je kan de controllers toch ook aanpassen, bij besturing aanpassen, dan zou je hopen natuurlijk dat er dan knopjes zijn die je kan aanpassen ofzo. Maar dat is niet het geval. Dit zijn alleen maar de knopjes voor de gewone game. Dus dat is wel een beetje balen. Dit is gewoon, zeg maar, de besturing die je gebruikt op de iPad zelf. Voor de rest heb privacy, help, ondersteuning. Je hebt verder niks. Besturingstick dynamisch statisch kunnen we eventueel proberen. Maar volgens mij doet dat voor de controller ook helemaal niks. Dus je hebt er niet zoveel aan. Nou ja, maakt niet heel veel uit. We proberen in ieder geval nog een potje. En hopelijk kunnen we nu wel winnen. Ook al denk ik wel dat het heel moeilijk gaat worden. Oké, we hebben jungle roll. En ja, het is al meteen irritant. Ik kan niet kijken. Ja, misschien is het voor jullie ook irritant kijken. Ja, ik kan momenteel niks anders. Ik kan niet, zeg maar, lager kijken. Oh, shit. Oké, dat is een beetje balen. Daar deed het jump knopje het niet. We kunnen kijken. Ja, ik druk nu de hele tijd op jump. Hij doet het maar een paar keer. Ah, weet je wat? Ik ga gewoon lopen. Ik ga niet gekke dingen doen. Oké, dit gaat nog wel goed. Kan ik deze jump maken? Oh, dat ging nog maar net goed. Nee! Ja, hij moet gewoon lopen. Ja, dat is prima. En nu deze jump, dat moet hij doen. Hij jumpt er niet. Ik druk hem wel op het knopje. Kijk, dat is zo irritant. Oké, deze jump. En dan drukt hij weer veel te laat. Oei, 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 oei. Oh, dat doet hij het ook weer niet. Hij jumpt op. Ik druk op het springknopje. dit is zo irritant. Oké. Als ik één ding aanraad aan jullie, speel nooit met de controller. Jongen, wat is dit vervelend. Op de ene of andere manier pakt hij de springknop niet altijd. De controller is helemaal goed. Die is zo goed als nieuw. Dus aan de controller ligt het niet. Het ligt echt gewoon aan Stumble Guys. Het is echt zo bizar. Nou, ja. Oké, we proberen een nieuw potje. En ik kan jullie trouwens ook nog iets anders laten zien. Want dat is eigenlijk ook heel bizar dat het alleen maar kan. Ik heb alle knopjes trouwens al wel eens geprobeerd. Alle knopjes heb ik ingedrukt. Dus ik weet precies wat je kan en wat je niet kan. Maar je hebt al één manier hoe je wel, zeg maar, van boven, van zeg maar naar ander dit. Je kan wel omhoog kijken, maar je kan niet terug. Via dit knopje hier omhoog, ga je omhoog kijken. Maar je kan vervolgens met geen één knopje terug naar beneden kijken. Dat is echt bizar. Maar op zich is dit ook wel grappig voor een keertje. We gaan gewoon een keertje zo spelen. Ik heb geen idee. Maar oké, we moeten nu hier tussendoor. En, oh nee, dat is jammer, dat is jammer. Oké. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan even kijken. Oh, ik druk op het springknopje, maar hij pakt hem weer niet. Oké, nu kunnen we hier misschien gewoon tussendoor. Oké, nu deed hij het wel. Oké, glijden Joran Bouws. En, oh, nee. Ik verlies hier zoveel tijd. Oké, maar dit gaat goed. Ah, we zijn al eruit. Nou ja, dat kan je dus wel. Met dit knopje kan je dus, zeg maar, wel omhoog kijken. Maar je kan niet meer terug naar beneden. Het is echt heel bizar, ja. Nou ja, statisch maakt trouwens dus niks uit. Want dat is gewoon precies hetzelfde. Het is een beetje vervelend, maar ja, je doet te weinig aan. En besturing aanpassen, het heeft geen nut. Het heeft geen nut. Nou ja, maakt niet uit. We gaan nog een potje doen. We gaan wel kijken of we kunnen winnen. En misschien is het trouwens ook leuk om binnenkort Stumble Guys op de computer te spelen. Want dat kan ook. Laat me weten in de comments of jullie dat een goed idee vinden. Daar ben ik benieuwd naar. Oké, daar gaan we weer. En dit is ook een irritante map. Nou, ik vind hem niet heel irritant. Maar je bent verplicht bijna om hier te springen. Oh, we kunnen ook proberen het lopen te halen. Maar ja, dat is irritant. Kijk, oké, deze jump deed hij. En kan ik deze jump maken? Oh, dat ging nog maar net goed. Oké, en nu heb ik al een probleem. Of we kunnen hier deze halen. En, oké, nice. Hij jumpt er nog. En gaan we het nog halen, hoppa. Op het moment dat hij moest jumpen op het eind, deed hij het gelukkig wel. We zijn een ronde verder. Oké, nu gaan we weer een finale halen. Alleen, ik kan me niet voorstellen dat we met de controller één finale kunnen gaan winnen. Ik kan me het echt niet voorstellen, want het speelt zo shit, jongen. Ik vind het trouwens, om eerlijk te zijn, wel bizar dat ze deze optie hebben toegevoegd in Stumble Guys. Want je kan, zeg maar, met controller spelen, die optie is er. Maar dat die dan zo slecht is uitgewerkt. Dat is zo slecht, dat is niet normaal. Je kan trouwens volgens mij ook geen reacties doen. Dus ik kan nu momenteel niemand slaan. Ja, ik weet niet welk knopje ik daarvoor moet indrukken. Oh shit, ik ben per ongeluk op het knopje omhoog gedrukt. Oké. Dat is balen, want nu kijk ik alleen maar van boven. Nou, dit is op zich nog wel een ronde die we misschien kunnen gaan halen. Als ik gewoon tactisch rond blijf lopen, we hoeven niet eens te springen. Dus dan gewoon rond blijven lopen, geen gekke dingen doen, dan moet het denk ik wel goed komen. Er zijn in ieder geval al 3 mensen af. Daar was weer een bom. Zolang we maar niet geraakt worden door een bom. Dat is voor nu het belangrijkste. Ik sta hier wel prima volgens mij.
Ik stond daar prima. Oké, we zijn weer af. Oké, nog één keer en daar sluiten we mee af. Oké, dit is de laatste ronde. Nou, dan is dit niet de chillste wat je kan hebben. Nou, maakt niet heel veel uit. We gaan even deze kant op. Oh, nice. Een dubbele jump. Dat scheelt weer iets. En dan gaan we hier even langs. En alweer een dubbele jump. Nice. Oké, de jump doet het nu redelijk goed. Oh, nu doet hij het wat minder goed. Maar maakt niet uit, we leven nog. Dus dat is het belangrijkste. Ik wil denk ik gewoon eventjes hier het halen. En, oh, dat scheelde niks. Hier, jump. Oké. Dit is prima. We moeten zo meteen 2 jumps doen. Deze jump moet halen. En nee! Dan druk ik weer dat knopje en dan doet hij het niet. Jongen. Oké. Is niet anders. We moeten even hier afwachten. En hier deze jump. Ja, deze doet hij wel. En nee. Oké. Nu jump. En ja, oké, dit heeft hij gehaald. Nice. Ja, soms doet hij het in één keer weer wel. En soms doet hij het weer niet. Ik druk de hele tijd het springknopje in. Maar heel vaak doet hij het gewoon niet. En nee. Ah, we zijn al te laat. Dit is zo shit. 1 ding richting jullie. Speel nooit met de controller in Stumble Guys. Dit is zo shit. Maar misschien wel leuk voor jullie ook om een keertje te proberen. Ik vond het wel waar om een keertje te doen. Maar ik ga het niet vaker doen. Misschien dat het op de computer beter werkt. Maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!